Babylon, een winkelcentrum en appartementen met buitenlandse zaken. Nu luister even naar deze muziek. Malieveld is natuurlijk ook bekend. Passenmalen wordt gehouden, er worden circus, kermis, er wordt van alles gehouden, maar ook heel veel demonstraties altijd. En daar gebeurt ook iets. Ik heb geen idee waar de tegen gedemonstreerd wordt. Ja? Dat is ook niet bij te houden, geloof ik. Want... ja, dat was hem. Ja. Malieveld dus aan die kant. En aan die kant zie je het ministerie van Financiën. Dat is een hele buurt hier met allemaal ministeries. Het ministerie van Financiën was eigenlijk ook niet zo oud. Hè? Dat is toen ook al gereageerd een paar jaar geleden. Er was hetzelfde probleem, dat voldeed ook niet meer aan de huidige wat ze wilden. Dus het is wel heel erg verbeterd hoor. Het is een mooie plaats en een puin geworden. Daar zit ik tuin in het gebouw, daar daktuinen en opzij tuinen waar zelfs olijfbomen groeien ook. Maar was het ook nog hier, Rit? Wat zei jij over die olijfbomen? Ja.